Het was zo mooi dat ik gewoon begon te huilen. Zullen we de badkamer laten zien? Zullen we dat doen? Ik heb het cadeautje kunnen ophalen. Hij is binnen de oven. It's moving day. En we zien ineens onze voortuin tegels staan. En toen waren we een mootje kwijt. Hij maakt dus van oude vintage kasten iets hysterisch nieuws. Toen want ik rij zo de hoek om tegen een paaltje. Ah, wat een 2 dagen, schat. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Een hele goede avond. Ja, je zou het niet zeggen met dat heerlijke zonnetje in mijn gezicht. Maar ik ben onderweg naar het huis. Wij zijn, gisteren zijn wij naar, weer eventjes naar het huis geweest. Toen waren mijn schoonmoeder en schoonvader er. En toen zijn we even naar het huis gegaan. En toen bleek dus dat de badkamer zo goed als af was. De spotjes erin, de douchekranen erop, de douchekoppen erop, de knoppen. En ja, we hebben helaas niet gefilmd. Soms heb je dat, zit je gewoon, ben je gewoon eventjes met familie en dan vergeet je gewoon eventjes sommige dingen. De camera erbij te pakken. Maar het was zo mooi dat ik gewoon begon te huilen. Ik ben echt een jankebal geworden, jongens. Maar ik was, ja, het... Ik zweer het je, ik zou nu weer kunnen janken. Echt waar, ik voel het alweer opkomen. Doe even normaal, René. Het was gewoon zo ontzettend mooi. Dat, ja, hij kwam gewoon echt binnen. Ik was zo blij met de keuze die we hebben gemaakt. Dat het inderdaad nu echt met die douchekoppen erbij. Zo op de tegels die we hebben gekozen. Ja, het viel allemaal zo op zijn plek. En met die spotjes. Ja, ik had het gewoon even niet meer. En het was, ja, het was natuurlijk gewoon even een emotionele week. Gewoon met het goede nieuws. En toch, het is weer een jaar. We zijn een jaar verder. Ik ben woensdag jarig. En dat was natuurlijk ook gewoon best wel een ding. Dat je denkt, ja, vorig jaar werd ik de overgang ingeslingerd. En ging ik een borstkankertraject in. Waarvan ik niet wist dat het zo lang zou duren. Maar dat ik toch goed doorheen ben gekomen. En ik ben zo ontzettend blij dat ik er nog ben. En dat ik dit jaar kan meemaken. En dat ik ook het huis nog kan meemaken. Want ja, de gekste dingen gaan door je hoofd. Maar je denkt gewoon bijna. Ga ik het huis überhaupt zien? Ga ik daarin wonen? Ga ik dat redden? En hoe gaan we dit allemaal doen? En ja, ik ben ontzettend blij. Elke keer denk ik weer, man, wat, ja, wat een geluk. En ja, ik vond de douche, de badkamer zo intens mooi, dat ik gewoon helemaal emotioneel werd ervan. En ik hoop dat we daar, en ik weet bijna zeker, dat we er gewoon heel veel plezier van gaan hebben. En ja, dat dus. Het is bijna af. De toilet moet nog worden aangesloten. De wastafel. Maar de wastafel wordt pas gedaan als wij het kastje hebben. Die we hebben besteld. Die hebben we wat later besteld. Want de wastafel blijkt toch veel te zwaar om gewoon op te kunnen hangen. Dus die moet echt wel even ergens opstaan. Dus dat duurt ietsje langer. En ik ga zo proberen even een kleur te kiezen die ik nog op het plafond in de badkamer ga doen. Want dat gaan ze ook nog doen. Al met al, wij zijn blij. Zo, en ik ga gelijk even filmen dat we ons opritje opkomen. Maar daar is dus zogeheten reeppak geplaatst. We kunnen weer parkeren. Fijn, hè? Heel fijn. Wat is reeppak ook alweer? Dat wil zeggen dat je... Nee, ik heb iets nog niet uitgedaan. Hier, neem jij maar even.
Repak is een vergruisd soort bouwrestafval, heb ik begrepen. Verschillende soorten stenen en zo. En dat zorgt ervoor... Dag meneer. Hallo. Dat is die meneer die ik van de week sprak. Hi. Hallo. En dat is... Ik heb jullie website gezien hoor. Ja, oh, heeft ja, gekeken. Ja, fantastisch. Ja, we werden even onderbroken door een meneer die ik van de week dus sprak. En het hier binnen heb laten zien. En die vertelde dat hij inderdaad had gekeken naar onze vlog en het heel erg leuk vond. En als we de koopvlogs gingen maken, dat hij dan echt ging kijken. Hij vond het echt fantastisch, zei hij. Nou, superleuk. Ja. Hè? Ja. Repak, ja, een soort van vergruisd steen, bouwrestafval. Dat wordt dan vergruisd, wordt hij over de oprit verspreid en aangereden. En nu kunnen we zelfs de motor erop keren en dat soort dingen. Dus dat is wel fijn. Ja. En ik denk dat het tijd is dat we een leuk mailtje sturen naar bestratingsmarkt.nl. Dat ze de stenen kunnen komen brengen. Ja, Jezus, wat ben je bruin? Ja. Wat is dit? Oompa Loompa. Ga je zo meteen een liedje zingen? Heb je dit al gezien? Nee. Oh jeetje, man. Ik heb al een paar keer geschud. Je lijkt wel een pompoen. Ik zag wel mensen, inderdaad, nou snap ik hem ook. Ik zag een paar mensen vragen wat voor crème het was of zoiets. Oh ja? Oh, die heb ik gemist. Omdat jij hem geopend hebt, denk ik dan. Stomme ik. Oh. ja. Ja, oké. Okay. Dat is zij. Lekker zoet. Lekker dan Loli. Zo, lekker. Je bent er al over. Ja, nou ja, ik heb dus... Sebastian is geweest en die heeft de stekker aangesloten van de inductieplaat. Dus nu kunnen we er echt in. Gewoon. De badkamer, laat het even zien. De badkamer is klaar, de inductieplaat is klaar. Maar we hebben hele bijzondere tegels. Voor ja, de oprit en de voortuin. Die we zelf gaan leggen. Dus en met we wordt... bedoel jij? Jij? Nee, maar ik ga wel proberen te helpen. Ja, nee, hartstikke leuk. Ja, maar, sowieso ga je helpen door te zeggen... Nee, je gaat schuin. Ja. Hallo. Gaat niet goed. Nee, mooie poging, niet goed. Nee hoor, nee. Maar ik ga wel echt proberen te helpen. Maar ook daar weer hebben we weer, denk ik, een bijzondere keuze gemaakt in de voortuin. De voortuin. En de oprit hebben we een paar keer gezien in de buurt. Het ziet er wel echt super strak uit. Super strak uit. Dus ik hoop dat jij hem ook heel super strak kan maken. Ja. En hij heeft ook gezegd dat hij ook van de buurman gaat doen, de oprit. Ja. Dus dat is zo. Wie heeft dat gezegd? Jij. Oh. Ja. Maar, ik heb dus verteld in de auto over... dat we dus niet gefilmd hebben dat we de badkamer voor het eerst hebben gezien. Maar dat ik het zo intens mooi vond. Ik heb het gezegd tegen Sebastian. Ja? Ja. En Lucas was helemaal ontroerd omdat wij op de muur hadden geschreven thank you Lucas. Ja. En ik vertelde inderdaad dat jij helemaal in tranen geroerd was. Ja. Doordat het gewoon, ja, één, helemaal is wat we in gedachten hadden. Het super mooi, super strak, stenen, alles. De douche. Ik begin gewoon weer te janken. Niet normaal. Ik ben alleen maar aan joke deze week. Ja. Jezus. Oh, poepie toch. Nou ja. Nou ja, we zijn er gewoon zo ontzettend blij mee. Het gekke is dat ik geen hormonen meer heb. Dus dat is echt, dat kan ik ook niet schuld geven. René helpt voor twee. We zijn er echt heel blij mee. Heel gelukkig mee. En echt heel mooi. En ja. Dat heb ik Sebastian verteld. Dat was wel leuk. Ja. Die liet trouwens allemaal foto's zien van Noorwegen. Ja? Dat is wel leuk. Ja. Leuke gast. En zijn vriendin is, ik weet niet, nee, niemand kent hem. Zijn vriendin is 10 weken zwanger. Oh, wat leuk. Ja. Nou, superleuk. En toch had hij even de tijd om even tussendoor langs te komen om een Perilex stekker door te meten en aan te sluiten. Ja, dat is wel echt super. Want ja, we hadden dus de koopplaat en daar bleek dus niet de stekkerstandaard bij te zitten. Nee. Dat schijnt normaal te zijn. Ik vind het heel raar, maar dat schijnt normaal te zijn. En toen moest je ook nog iets doormeten. En daar heb je eigenlijk een elektricien voor nodig. Nou, of een elektromonteur. Nee, ja, nou, iemand die er verstand van heeft inderdaad. Ja. Hij had genoeg aan, en heb ik hem boven liggen. Aan die schroevendraaier die elektriciteit meet. Ja. Dus hij kon in de stekker beneden meten van, oh hier, dit is 1, dit is 2. En de rest is dan 0. En dan heb je natuurlijk de aardlek. Dus ja, inderdaad, het was binnen 5 minuten gepiept. Bleek wel dat de epoxy iets te ver was doorgelopen, waardoor het gat net te klein was. Oh, tuurlijk. Dus ik heb hier nog staan hakken. Maar hij zit heel mooi. En, ja. Hij moet er daar toch weer uit ook. Waarom?
Nou, we moeten dit toch helemaal fixen nog? Nee, ja, maar daar hoeft hij er niet echt voor uit, denk ik. Want, daar heb ik het ook met hem over gehad. Hij zegt, ik zou daar geen stuk of steen op doen. Hij zegt, het is te grote oppervlakte en hij gaat scheuren. Steen? Stuk of voeg, steen. Oh, oké. Dat is een groot, groot stuk. Hij zegt, dat gaat scheuren. Dat blijft niet zitten. Dat is eigenlijk wel een beetje wat ik dacht. Dus hij zei... Oh, jij dacht dat weer. Ja. Jij dacht dat weer. Ja. Jeetje, waar is die staaf? Om die camera vast te houden. Ja, ergens. Ergens in de verhuizing. Oké. Even terugschakelen. Epoxy. Ja, hij zegt epoxy. Nou ja, hij zegt eigenlijk, je had het helemaal anders moeten doen. Ik zei, ja, dat wist ik ook wel. Ja. Maar hij zegt, dan zou ik met lage epoxy gaan bouwen. En dan proberen te komen tot de dikte die je graag wil. Maar zegt hij wel zegt hij, wat vindt hij van het verfidee? Ja, ik denk dat we weer iets gedaan hebben wat niemand doet. Oké. Verrassend. Ja. Niet echt, dus. Ja, ik weet het niet meer. Aan de ene kant vind ik dat witte gewoon wel mooi. Maar ik wil wel een poging wagen met... ik bedoel, je steekt het er zo af. Ja, het geeft wel weer een beetje rotzooi. Maar ik wil wel een poging wagen met die andere kleuren die we nu hebben. Ja, die zal ik even laten zien. Die liggen hier. Achterdeur nummer 1, zit kleur. Ik weet niet wat voor kleur het is. Ametrine. Da 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 da. Allemaal met metallic flakes en zo. Ja. Dus ik denk wel dat het heel mooi gaat zijn. En dan gaan we toch maar gewoon proberen. Ik heb nu alles afgestoken. Dus al het overtollige, zeg maar, is er nu af. Een heleboel hadden het goed trouwens. Ja, de kintsugi. Ja. De kunstvorm waarmee je dus eigenlijk gebroken steen, keramiek, weer verbonden krijgt met goud. Wat vond hij van de cracks? Ja, ik weet niet of dat iets Pools is, maar je krijgt niet echt hoogte van hem of zo. Nee. Misschien een taalbarrière. Of dat hij denkt, ik zeg gewoon nee. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, ik denk dat het kan. Apart. Anders. Ja. Zoiets. Nee, maar ik ben nog steeds heel blij ook zo met het blad. Ook met het stuk ertussen. En, ja, ik ben echt, en ik denk dat mijn nieuwe levensmotto wordt. De imperfectie is de perfectie. Precies. Het hoeft allemaal niet zo perfect. Het hoeft allemaal niet zo... Huh? Nee, sommige dingen niet, sommige dingen wel. Kijk, als je bijvoorbeeld een behang hebt zoals dit, dan wil je gewoon dat die recht hangt. He, en dat dat perfect op elkaar aansluit. Maar dit is natuursteen, dit leeft. En we kunnen erop koken. Ik kan het doen. Het heeft een geweldige kleur en geweldige aders. Het is echt een eye-catcher nog steeds. Ja. En het is nu gewoon echt een keuken geworden met een verhaal. Ik bedoel, we hebben een keukenblad die aan Gort is gereden. He, helemaal uit China. Ja, en dan in Nederland aan Gort is gereden. Toen heb jij hem nog in stukken moeten knippen om hem in de berging te krijgen. Vervolgens heb jij hem weer in elkaar weten te puzzelen. Hebben we hem in elkaar gezet. Ja. Nou, we hebben het een en ander moeten rachen en stampen om de wasbak erin te krijgen. En de kookplaat. Vervolgens hebben we van onze oude eettafel hebben we een koffiecorner gemaakt. Nou, ja. Weet je, we hebben een koelkast waarmee je gewoon op je telefoon in je koelkast kan kijken als je in de supermarkt staat. Je kan gewoon vanaf je werk een berichtje sturen naar de koelkast. Thuis is. Ja. Vergeet de melk niet! VT Wonen, willen jullie langskomen trouwens? Even een mailtje sturen, geen probleem. Maak even een afspraak. Doen we. of gek op je woning, welke het is. En ja. Beetje bij beetje, maar ik wil wel dit weekend over. Dat ik het even weet. Dat je het even weet. Om je niet zo verrast te doen, want dat hadden we al afgesproken. Niet het weekend, we wisten nog helemaal niet wanneer, hoe, waar, hoe, wat. Wel, ik zei volgende week, dus ik moet de rest van de week werken. Nee, maar goed, we kunnen er in principe wonen. Zoals ik al heb gezegd, ik vind het wel belangrijk dat
de grote dingen gedaan zijn. En dat Jesse en de twee honden hier gewoon veilig kunnen rondlopen. Zonder dat wij de hele tijd moeten zeggen dat die nergens aan mag zitten. Nou, in principe zijn we zover. Ik bedoel, ik ga morgen de hal voegen. Dan is dat ook gedaan. En ik heb alle gereedschappen nu weggelegd. Ja. Dus in principe is dat zover. Kijk, voor Jesse gaat ook alles nieuw zijn. We zijn intussen alweer 12 minuten lullen. Maar voor Jesse is ook alles nieuw. Dus elk hoekje, elk prullenbakje, dingetje. Ik bedoel, toen hij anderhalf was, heeft hij de prullenbak voor het laatst gezien. Dus ja, weet je. En de bank was ook één groot speeltoestel voor hem. Ja. Ja, weet je. Ik laat hem even lekker rossen tot een bepaalde hoogte. En, hij was wel helemaal gek van zijn kamertje. Ja, hè? Ja. Dat vindt wel echt heel leuk inderdaad. Ja. Maar dat vind ik nog wel eng. Nou, even kijken wat je van je nieuwe bed vindt. Is het al donker in mijn bed? Ja, het is al een beetje donker in je kamer, maar we hebben een lichtje. Kijk. Waar is het bed? Hier. Wat vind je ervan, Jess? Wauw, mooie kamer heb jij. Wat vind je ervan? Met lang. Ja! Gaat-ie? Woehoe! En daar ga je dan slapen, dat wordt jouw bed! En dan ga ik, dan wil ik boven slapen. Kan ik ook boven slapen? Nee, dat kan helaas niet. Waarom niet? Maar boven kan je wel spelen. Gaan we dadelijk wel jouw speelgoed zetten? Jesse, hoe vind je jouw kamertje? Hey. Mooi. Hoe vind je jouw kamertje dan zo? Mooi. Kijk eens naar mij, zo. Ik ga gewoon slapen. Kan je daar slapen? Ja? Je mag nog één keer van de glijbaan af. Ja. En dan gaan we naar oma's huis. Ja. Maar dat vind ik nog wel eng om daar dan alleen te laten. Omdat, ja, er zit toch een hele trap tussen als ik beneden zou gaan zitten. Ja. Dat is nou ook, ja, we moeten gewoon nog steeds een camera neerzetten. Ook een beetje nieuw voor hem. En we gaan inderdaad die camera gewoon weer terugzetten. En we gaan alle ramen op slot doen. Zullen we de badkamer laten zien? Zullen we dat doen? Ja. Ja. Voordat we de badkamer gaan laten zien, gaan we eerst even de kookplaat laten zien. Kan ik echt eindeloos poetsen dit. Ja. Dat hij echt gewoon... Afzuigertje. En het fijne is van deze afzuiger is dat wij een upgrade hebben gekregen waarbij de afzuiger al in de kookplaat zat, hè? Aan de onderkant eraan vast. Ja. En niet een apart afzuigunit. Normaal gesproken heb je met de meeste downdrafts een apart motortje en die monteer je dan eigenlijk in de kast erachter, waardoor je dus dubbel zoveel ruimte kwijt bent. Bij deze is dus, nou ja, zo ongeveer zo diep. En dus hieronder zit gewoon de motor ingebouwd. Ja. Dus dat is super chill. Hier heb je een filtertje. Die kun je eruit halen. Die doe je in de vaatwasser. En als je de plaat optilt, moet je één keer per jaar of zo. En de onderkant, natuurlijk aan de hand van hoeveel je kookt, een schroefje loshalen en daar vangt die olie op. Hier kun je hem dus tot een standje 9 en de power. Echt wel een beetje te demonstreren. Dus dat is best hard. En nou ja, de plaat. Die hebben we dus twee zones aan iedere kant. Maar dit is de hele zone. Dus dat is vrij groot. Maar je kan dus ook van deze twee zones één grote zone maken. Wat weer handig is als je bijvoorbeeld een stoof maakt in een hele grote pan. Stoof in een hele grote pan. Maar wat ik zelf heel interessant vind is om zo'n teppanyaki plaat te kopen. En die kun je dus opleggen. En dan kun je dus gewoon die hele plaat kun je van alles op bakken. Een soort van gourmet steengril idee. Ja. Dus je kan allemaal cd'tjes opleggen of biefstukken of weet ik veel. Maar dan heb je gewoon een hele grote unit om op te bakken. Ja. En heb je twee teppanyakis, dan heb je dubbel zoveel plek. Super handig.
Ja. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Ik heb er nog niet op gekookt. Ik ben inmiddels wel een beetje gewend geraakt aan de inductie door bij je moeder te koken. Ja. Dat was er nog een met gebruiksaanwijzingen, dus ik ben benieuwd. Dat was eigenlijk heel raar. Die ging heel vaak in storing en toen heb ik de stekker een keer gedraaid. En toen ging die bijna niet meer in storing. Ja. Abracadabra. Whatever works. Abracadabra, zegt Jessie. Ja. Nou, door naar de badkamer. Badkamer. Zijn jullie klaar voor, jongens? Here we go. Gewoon die spotjes, echt. Ja, mooi hè. Dit is de aan- en uit- en de handdouche. Hier gaat het water uitkomen en daarmee kunnen we ook natuurlijk het bad vol laten lopen of niet. En aan die kant. Ja, het is echt super mooi gewoon. Hier hebben we dus toch de aan- en uitknop gedaan. Dit is de eerste douche. Dit is de tweede douche. En dit is de handdouche, hè? Ja. Dit is de temperatuur. Dit is de handdouche. Het is gewoon zo verschrikkelijk mooi. En onze grote douchekoppen. En nu gaan we dus het plafond gaan we nog een kleurtje geven. Ietsje meer beige is nu mijn neiging. En hier hebben we dus de houtdoektegel. Hier gaat nog de wc komen. Ja, en dan hebben we nog iets leuks om over een paar weken te laten zien. Dat is wel leuk hè, stapje voor stapje. Stapje voor stapje. Een beetje nieuwsgierig houden. Precies, ja. De kast waar de wastafel op komt is besteld, maar dat had een levertijd op van 2 tot 3 weken. Dus daar moeten we nog even op wachten. Ja. Als het goed is, wordt morgen de spiegel gehangen. Oh, dus die gaat hij wel al doen? Ja. Oké. Okay. Ja. Spiegel van Infloid. Weet je wel? Ja. Ja, want dat is ook wel weer leuk. Die spiegel, daar zit dus infrarood in, als ik het goed zeg. Mm-hmm. Wat ervoor gaat. Ja. Wat ervoor gaat zorgen dat hij niet beslaat als wij hebben gedoucht, dat het hier aan het dampen is. Dan kan je gewoon gelijk in de spiegel kijken of je make-up er wel helemaal af is, bijvoorbeeld. En ja, ik ben ook zo blij met mijn nisjes en mijn LED-lampjes. Die kunnen we dus mooi gaan aankleden. En dit is dus de sfeerverlichting. De camera die vervormt natuurlijk altijd een beetje, maar ik hoop dat het een beetje goed beeld geeft. Zo. Maar ik zal nu even het gewone licht aandoen. Iets lager. Zo. Ik denk dat ik vooral gewoon alleen met de spotjes ga werken hoor, want I want to break free. Handig gewoon, want dan kan ik zo makkelijk even zo. Ja. Scheren. Als ik moe ben. Of andere dingen. Zo, ik heb even heel de badkamer schoongemaakt. En Serge is beneden bezig geweest. En we dachten, we kunnen nu vanavond niet zo heel veel meer doen. Maar wat we wel kunnen doen, is even het bad testen. Hè, schatie? Chillen in ons dubbelbad. Niet bubbelbad. Dubbelbad. Ah. Ja. Nou, aan jou de eer om hem aan te zetten. Dat is wel echt nice, hè? Echt mooi, hè? Zo, wat was dat lachje van mij?
Hey, je weet wel dat je de stofje nog niet dicht gedaan hebt, hè? Ja, maar het zit, een beetje viezigheid. Viezigheid, ja. Misschien even de handdouche gebruiken. Doe dat eens. Dat is een lekkere dadelijk voor met Jessie. Ja. Ik heb er stiekem al met je moeder eventjes ingezeten. Althans, niet met je moeder, maar ons de beurt. Ja. Maar hij zat wel heel lekker. En als je een beetje zo onder het water gaat, dan hou je ook met je voeten de andere kant. Ja. Dus dan glij je die weg. Toppie. En dat vind ik wel zelf heel erg fijn. Want ik vind het zo irritant dat je dan zo eigenlijk net niet lekker kan liggen. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe het met z'n tweeën gaat zijn. Ik denk nog veel beter. Sowieso altijd veel beter, maar... Kijk, want hij loopt er ook mooi af, hè? Het is echt een mooi... Mooi bad. Het is een mooi bad. Ja, maar ook gewoon die ronding. De grootte ervan. Ik ben echt zo blij ermee. Ik ben ook heel blij met de kloppen in het bad. Nou jongens, ons eerste badje. Onze eerste ontspannen bad in ons eigen huis. Ja. Het lijkt meer alsof iemand in het bad gepist heeft. Mooie poging. Wij denken heel dat bad zit vol met glitters. Er schijnen wel zulke ballen van te zijn, hè? Echt van die... Ja, maar als je kijkt... Enorme, echt... Dit was een ballen. Ja? Ja. Nou ja. Ja, ik zie hem van... Alleen in het huis. Ik ga vandaag de hal voegen. En onder de trap, dat een mooie anthracietkleur voeg. Ik denk dat het wel echt de hal helemaal af gaat maken. Ik moet ook nog een aantal dingetjes mailen en zo. Hoop te doen vandaag. Genees lekker met de moeder, de zus en Jessie Silver naar Dippy Doe. Dat is bij Eindhoven, leuk park. Dat geeft mij de gelegenheid om lekker een paar dingen af te ronden. Er is al heel veel over. Eigenlijk hoeven we alleen nog de kleding en het bed op te halen. En dan zouden we dit weekend over zijn. Hoe mooi is dat? Kleine 2 maandjes. Iedereen moet zijn plekje weer weten te vinden. Maar het gaat vast helemaal goed komen. Gisteren lekker in bad gezeten. Dat was ook echt, nou, een feestje. Dat is gewoon spa, wellnessgevoel, hotel in je eigen huis. Hoe mooi is dat? We gaan lekker voegen. We hebben hier een emmertje met antraciet voeg. Daar moet ik even water in doen. En we hebben hier, dat is wel grappig om te vertellen. We hebben dus een hele mooie bos... Ik ga het eventjes op mezelf richten. We hebben dus een hele mooie Bosch, hoe noemen ze het weer? Kruimeldief, handstofzuiger. Daar zijn we alleen de oplader van kwijt. Tenminste, we kunnen hem niet vinden. Hij moet ergens in een van de dozen zitten, waarschijnlijk nu op zolder. Of hier nog ergens in een garagedoos. Het zou zomaar kunnen, maar we weten het dus niet. Maar we hebben wel de accu... En ik heb een acculader. Alleen, dat past natuurlijk weer niet. Want, kijk, ik heb dus een universele acculader. Die heb ik al heel erg lang. En die heeft een plusje en een minnetje. En nu heb ik een andere lader weer gekocht voor de accu van het Mercedes-wagentje van Jessie. Die zit nu niet aangesloten. Maar daarmee heb ik dus wel draadjes kunnen zetten van de plus naar de plus van de lader. En de min naar de min van de lader. Met die klemmetjes. En nu heb ik het dus toch zover dat die... aan het opladen is. Yes. Nee, het is echt super fijn, want ja, voor de kleine dingen, want de stofzuiger die staat nu boven. We gaan er wel eentje bij kopen, want deze Karger is een beetje een miskoop. Hij werkt wel en best goed, alleen René vindt het vervelend dat hij kort snoer heeft. De voet heeft maar 1 stand. Dat is niet heel prettig. En je kan hem niet, zeg maar, als je normaal gesproken de stang, zeg maar, heb je dan. En daar zit normaal een soort van uitsteekseltje. En die kun je dan zo in de stofzuiger schuiven. Waardoor die rechtop blijft staan als je hem niet meer gebruikt. Dat kan nu wel, maar dan moet je dus die buis loshalen. Die stop je in een rondje bovenop. En dan de stang, die draai je ondersteboven. En die zet je
achterin in een soort van inkeping in de stofzuiger. Dus 3-4 handelingen voor iets waar je normaal gesproken erin kunt klikken. Dus ja, daar gaan we nog even een andere voor kopen. Meanwhile hebben we wel een nieuwe stofzuiger staan. En deze handstofzuiger hebben we ook niet heel erg gebruikt. Dus ik hoop op deze manier de handstofzuiger ook weer in gebruik te nemen. Zodat we gewoon wat sneller en wat gemakkelijker... Ik zie trouwens weer scheuren in de garage. Dat zal er wel bij horen. Dat we wat gemakkelijker en sneller de kleine dingetjes op kunnen zuigen. Ik ga water bij het voeg gooien. Want anders zijn we morgen nog steeds aan het lullen. En dan hebben we nog steeds niks gedaan. Het voegen is helemaal klaar. Mijn knieën en mijn rug zijn wel helemaal klaar. Maar het ziet er mooi uit. Het is alleen wel vervelend dat je, als je het dus gevoegd hebt, moet je wel vrij snel weer met een doekje eroverheen. Want als het opdroogt, dan krijg je het er gewoon zo moeilijk af en dan wordt het echt een ellendige zooi. Dus... ik heb het al schoongemaakt, maar nu moet ik om de zoveel tijd eventjes blijven dweilen, zodat de rest van de sluier eraf gaat. Inmiddels heb ik een bericht gekregen dat één van de twee ovens gaan komen. Woehoe! De pizza oven. Super tof, echt heel blij mee. Ook is er iemand geweest voor de waterpomp. Er zat een of andere luchtbel in, dat is ook verholpen. En ik kreeg een berichtje of ik de lengtes op wil meten van de tuin voor de schutting. Dus als ik dat gedaan heb, ga ik verder met... keukenblad. Hij is binnen de oven! Alleen staat hij helemaal ingepakt. En ik kan hem nog nergens in doen, want dat moet ik allemaal maken. Maar ik wil hem zo graag zien. En misschien zelfs gebruiken eigenlijk. Maar ja, ga ik hem nu uit de verpakking halen en hier ergens neerzetten? Of ga ik geduldig wachten? Geduldig wachten. Ik, geduld. Nee, ik ga hem openmaken. Helaas, het is de verkeerde oven. Deze oven hadden we in eerste instantie op de offerte staan, samen met de pizzaoven, die tot 300 graden gaat. Toen hebben we later besloten om een stoomoven te doen in plaats van deze die we nu dus geleverd hebben. Maar... in plaats daarvan heeft hij die pizza oven eraf gehaald. En deze... oh ja, in plaats de pizza oven eraf gehaald voor de stoomoven. En dat was niet de bedoeling. De stoomoven en de pizza oven. En niet deze. Dus... hopelijk wordt dit niet weer zo'n getouwtrekprobleem. Van jij, ja maar dit en dat... kan er ook nog wel bij. Zo, het is een vrij eenvoudige spaghetti aglio geworden. Met lekker rund rookvlees. En ik mis alleen een beetje parmezijnskaas. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik ga lekker eten, ik heb honger. En dan ga ik misschien nog even wat doen. Maar het is ook al wat laat. Dus... Goedemiddag, ik ben weer eventjes in het huis. Ik ben vandaag druk bezig geweest met al het een en ander inpakken thuis, want we willen zaterdag gaan verhuizen. En ik ging eventjes snel langs het huis, want ik zou post hebben binnengekregen. Kijk nou, allemaal lieve kaartjes en nog een paté thuis. En een kaartje dat we blijkbaar PostNL hebben gemist. En ik gok dat die van Ellen is, want die vroeg of er al iets binnen was gekomen. Dus ik ga even kijken of ik die nu gelijk kan ophalen, want ik moet Jessie ook ophalen. Maar als het goed is het op de weg, dus ik hoop dat ik die ook gelijk even kan halen. Ik heb het cadeautje kunnen ophalen. Ik ben benieuwd wat erin zit. Oh, I love it. Zo even ruiken hoor. Goedemorgen jongens, het is de dag voor de grote verhuizing. Dus ik ben alvast bezig met heel veel dingetjes in te pakken. Zoals jullie kunnen zien is al onze kleding al weg. Dat ligt hier nu allemaal in, dozen, tassen. Deze uit elkaar gehaald, zodat we die eventjes kunnen lenen voor in het nieuwe huis. Want de kledingkast hebben we nog niet. Wat een werk.
Ik zweet me kapot. Ik ben heel de dag bezig geweest met inpakken eigenlijk. En alles staat nu boven. En dit moet allemaal morgen mee. Dat je denkt, hoe hebben we dit allemaal kunnen verzamelen in 1,5 jaar? Althans, we hadden natuurlijk ook al wat dingen meegenomen. Dit is een beetje Jessie's hoekje. Ik heb alles boven gezet. Hele zak vol met knuffels. Ja, dit wordt Jessie's Silver's laatste nachtje hier. Het bedje is inmiddels gereserveerd voor iemand. Helemaal leeg. Oh, ik vergeet die. Morgen kan hij dit aan. Cameraatje nog voor een nachtje. Wat een werk. Maar goed. Ik heb nu dit gedaan. En ik hoop dat morgen Sergio het zware werk verder gaat doen. Dat alles in de auto heen en weer rijden. Morgen komen ook de tegels voor de voortuin. En misschien ook iemand nog, de aannemer nog, om een wc in de badkamer te plaatsen. Waarschijnlijk. Dus ja. Wat een weekend. Dat is het dan, Poppy. Dat is het dan. 1,5 jaar later. Echt, hè? Zo langzaam, maar toch zo snel. Ja. Laatste avond. Bij mijn moeder thuis. Ja. Het voelt een beetje dubbel, hè? Het voelt heel gek. We hebben er heel veel zin in. Ja. En we zijn heel blij. Ja. Maar aan de andere kant hebben we echt het gevoel alsof we mijn moeder in de steek laten. Ja. En er gaat ook heel veel voor ons ook veranderen natuurlijk. Voor haar ook. Maar voor ons ook. Ik bedoel, we hebben nu eigenlijk de opvoeding met z'n drieën gedeeld. Gedaan. Ja. En je loopt toch heel makkelijk even weg. Want hij is toch bij mijn moeder. En dat is dadelijk. Is dat niet meer? Nee. Natuurlijk is Jessie een stuk zelfstandiger dan toen die 1,5 was. Dat wel. Dus dat weten we ook nog niet echt hoe dat is. Om met hem gewoon met z'n tweeën te zijn. Het zal allemaal wel loslopen, maar het is wel even een hele omschakeling. Ja, doordat hij juist zo zelfstandig is, doet hij ook gewoon dingen die hij niet mag doen. Ja, zoals de vloerverwarming uitzetten onder de trap. Ja. Ja, en elke ochtend zat oma aan de tafel in principe. Hè? Dan, had ze al wat eten voor hem gemaakt. Ja, stond zijn boterhammetje klaar. Ja. Dan moet jij nu allemaal gaan doen. Ja, ik ben zo benieuwd. Ook met, hoe hij gaat reageren. Hij zal best wel eventjes onrustig zijn. Ja, ik weet niet. Dat is hij toch al dus. Ja, maar. Ja. En in een nieuw bed. Ook allemaal spannend. We hebben nu toch hij blijft liggen, inderdaad. Ja. En gelijk morgen de camera erop zetten en zo. Ja, het is wel echt installeren. Belangrijk, inderdaad. En alle deuren op slot. Ja. Ja, en daar ligt dan alles. Ja. Nou ja, dat hebben we morgen zo gedaan. En dan opruimen en dan. Het is echt wel een hele drukke dag. We krijgen morgen de stenen binnen voor de voortuin. Of in ieder geval een deel daarvan. Ik weet nog niet of het alles is of alleen de voortuin. En een picknick komt voor het eerst. Mogelijk Lucas voor de wc. Oh ja. En we gaan verhuizen. Ja, en alles moet over. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk alle tijd om alles even een plekje te geven. Ik lig in een houding wat mijn nek niet zo leuk vindt. Oh. Ja, dit is allemaal wat er binnen staat, maar we hebben ook nog een tuin leeg te halen. Nou ja, leeg. Ja, oké. Jep. Nou, we gaan onze ogen dicht doen. Wel rusten, jongens. Tot morgen. It's moving day!
Yay! Oeh, ik ben heel moe. Nog niks gedaan. Ja. Nou ja, ik heb gisteren heel veel ingepakt. Alles eigenlijk. En dan mag jij het zware werk doen vandaag. Goed verdeeld. Nou, dit is onze eerste rit. Oh, moet wel maar raam open dan. Dat is dan een spiegeltje. Anders zie ik niks. Zo, daar gaan we dan. Onze eerste rit. Onze auto is vol. Ik rijd in mijn moeders auto erachteraan. Die zit ook helemaal vol. Nou, de kamer was al bijna leeg, dus dat gaat goed. Maar we hebben dadelijk natuurlijk wel even de grote dingen. Dus het bed, die gaat op het dak. Jesse Silver's auto. Die neemt ook veel ruimte in. Maar goed, het valt al met al hartstikke mee. Dus dat is fijn. We komen dus aan. En we zien ineens onze voortuin tegels staan. En de oprit tegels. Ja, ik riep al, dit zijn alleen de voortuin tegels. Maar nee, dat is niet zo. Nee, daar liggen de... Ja. Hey. Kooleren. Ja, ze zijn wel heel vet. Zijn wel heel vet. Het zijn grote tegels, man. Ik dacht dat het echt kleintjes zouden zijn. Ik weet niet waarom. Maar waarom weten wij nooit wat we bestellen? Oh, is een kleine tegel. Oh, is een grote tegel. Als het maar past. Wat voor maat blokken hebben we eigenlijk van de zolder? Ja, weet ik niet. Ja. Okay. Maar dan zijn we wel snel klaar, denk ik. Ik hou van je positieve gedachten. Nee, maar goed dat het niet zoveel tegels zijn. Dat bedoel ik. Ja, ik weet even niet zo goed wat ik denk op dit moment. Nee. Kut. Nou, dat zijn alweer twee piepjes. Ja. Misschien moeten we Cor en Lisa even waarschuwen dat de voorkant vol staat. Uh-oh. Dit zijn de sluitbanden. Ja. Ja, jeetje. Oh, dat zijn de stenen. Maar zouden dit alleen onze stenen zijn? Of zouden dit ook gelijk die van Tim zijn? Dit is de oprit tegel. Oké dan. Ze zijn schuin. Ze zijn niet recht. Nee, dat is ook de bedoeling toch? Die Hongaarse punt. Oh ja, was ik even vergeten. Zijn dit ook Tim's en dingen? Nee, ik denk het niet. Waar zijn we aan begonnen? Jaap? Jaapie? Kun je misschien... toch nog even komen. Even helpen? Nee, dan vragen we Bas wel. Ja. Oh. Oké. Okay. Nou, laten we eerst maar even uit... uitpakken. Ja, ik weet inderdaad even niet of dat dit nou ook voor de buurman is. Of alleen voor ons. Maar dan komen we snel genoeg af. Ja, ja. Ja, ik weet niet of ik het al verteld had. Maar ik heb mijn excuus aangeboden aan Grando. Want ik ben natuurlijk meteen met de oven naar pizza stand gegaan. En in mijn optiek is de pizzastand altijd de heetste stand. Het moet naar 300 graden. Dat ging die dus niet, naar 275. Dus ik heb gelijk die stekker eruit getrokken. Gelijk in de volste versnelling. Dit is niet de goede oven en bla bla bla. Mailtjes. Het kwam nog wel ergens uit natuurlijk. Omdat er al heel veel dingetjes echt niet lekker zijn. Ja, oké. Okay, ja, inderdaad. En nou ja, goed. Dus, blijkt het dus dat dit wel een goede oven is. En dat die 300 graden in een andere stand... Nou ja, verstopt zit, wil ik bijna zeggen. Dus ik heb gebeld en mijn welgemeende excuses aangeboden. Dit is de oven die we besteld hadden. En we kunnen pizza's gaan bakken. Dat is eigenlijk het meest positieve uit dit verhaal. De stoomoven, daar wachten we nog op. Die moet nog komen. Ja, alleen nog wachten op de stoomoven. En
hopelijk... Oh, dat moeten we even doen. We moeten even Marius appen. Zodat we de profielen uit kunnen rekenen. Dus hopelijk kan die morgen eventjes langskomen. Of misschien vanavond. Ik ga hem even appen. Ronde 2. Dat het maar goed gaat. Jeetje, nou jongens, we zijn eigenlijk zo goed als klaar. En weten jullie nog die rommelige bed? Nou, zo hoorde die eruit te zien. Wat een ruimte, mam. Sorry. Nou jongens. Ik heb mijn huisbakker alvast even aangedaan. We zijn over. We zijn over en we zijn kapot. Zijn jullie kapot? Ja, we zijn heel moe. Kapot is ook een ander woord voor moe. Ja. En Jesse ook. Jij ook. Ja. Alleen het uitzicht in het tegen... Kapot? Ja, je bent ook moe toch? Nee. Nee. Ja, die bank die vraagt. Hij zegt helemaal. Oh, en die honden. Hey. De honden die zijn ook een beetje de weg kwijt, maar ze hebben even voorlopig een plekje hier gekregen. Kom eens hier. Zo in de hoek. En dan hebben ze ook nog uitzicht op de tuin. Oh, het was echt even, en we kwamen aan en toen deed de wifi het niet en de tv niet. Dus dat was even vervelend. We gaan Jesse voor het eerst naar zijn eigen nieuwe bedje brengen. Ga jij naar je bedje, Jesse? Laat even zien waar jouw bedje is, jouw kamer. Wie bent u daarmee? Oh, nee, nee, nee. Wel. Oh, en je moet eerst nog even plassen. Nee, weet je waar de wc is al? Nee, ik hoef niet plassen. Oh, maar weet je wel al waar de wc is? Het is daar bij het buurman. Nee, hier. Nee, we hebben nu een eigen wc. Ja. Kijk eens. Mooi. En hier is het. Met hier. Ja, die gaan we dadelijk erop doen, deze. Ja. Ja. Ik ben nieuw. Okay. Ik ben heel benieuwd. Oh, hij is echt... Heel benieuwd. Hij is helemaal de weg kwijt, echt. Nou, Jesse. En dat is mijn leven. Ja! Ben jij klaar voor je eerste nachtje in je nieuwe bed? Ja. Ja? Ja, okay. Daar liggen. Ga ik een foto maken. Nee, jij moet daar liggen. Dat is jouw bed. Kijk, hier. Nou, daar heet dit. Ja, die heb ik alvast neergelegd. Waarom? Heel jouw kamer ligt nog vol, hè? Wat mijn auto nou? Dat moeten we allemaal nog eventjes opruimen. Maar, wat mijn auto dan? Poeh. Wat heb ik nou weer allemaal op mijn gezicht? Jezus. Nou. We zijn echt helemaal kapot. Ik weet niet hoe ik zo zwart kom. Het is 12:30. Sergio heeft zelfs het bed nog omhoog gekregen. En hij ligt nu in de logiekamer. Super relaxed. Of we het fijn gaan vinden dat wij een lager bed hebben gekozen. Of dat we later toch zeggen, we gaan ons eigen bed die kant op verhuizen. Maar we kunnen slapen. Hoe kom ik zo zwart op mijn gezicht? Van bed. Make-up, baby. Ja. Honden, ja. Ik heb de honden uitgelaten. Van het fietsje misschien. Het is in ieder geval laat. Ik ga lekker douchen. Ik zweet me helemaal naar tandjes de hele dag. Het is een beetje benauwd hier. Dus ik hoop dat het nog weg gaat. We gaan even lekker douchen.
En de toilethal. En de upknop die we nog even schoon moeten maken. Is dat dan nog beter zou maken? Ja? Ja, naast de stijl. Nou, kom maar aan. Nou, we hebben heerlijk gedoucht. Super. En toen waren we een motje kwijt. En we horen hem ineens blaffen. Stond die gek op zolder. Hij is helemaal naar boven geklommen. En hij heeft gepoept. Op zolder. Ai, ai, ai. Het begint al goed. Het is gelukkig wel zo weg te halen. Ik hoop dat hij verder niet geplast heeft. Ik kan het nu niet zien. Een hele goede morgen in ons nieuwe huis. Nou, onze eerste nacht was verschrikkelijk. Ik kan niet anders zeggen. Ja, was Jenny er weer? Ja, het was echt. Jess was helemaal van slag natuurlijk. Logisch ook. Die sliep geloof ik pas rond 11 uur of zo. Toen konden we pas het bed omhoog doen. Toen was Mo naar de zolder gelopen en had er even een boodschap achtergelaten. En we hebben natuurlijk zoveel gesjouwd en gedaan dat ik de hele tijd een straling had van mijn rechterheup naar mijn knieholte. Dus dat was heel vervelend. Dus ik denk dat ik uiteindelijk pas rond 4-5 uur sliep of zo. En ik hoorde van mijn moeder dat ze ook gewoon helemaal niet geslapen heeft. Want ja, hè, wij zijn ineens weg natuurlijk. Dat is ook een hele grote verandering. Net zoals voor ons. Dus ja, en Jessie was gewoon om 6:15 wakker, dus ja, good morning. Maar Sergio was zo lief om mij nog even te laten liggen. Maar we hebben weer een heel leuk pakketje binnengekregen. Althans, pakketje. Een kast. En die hebben we volgens mij al een keer eerder gezegd, maar wij hebben dus een hele toffe samenwerking met Malobo. Ik zal ook nog even in de beschrijving haar Instagram account zetten. Maar zij maakt dus van oude vintage kasten iets hysterisch nieuws, waar wij van houden. En zij heeft weer iets echt prachtigs gemaakt. We zijn er super blij mee. Dus we gaan het je even laten zien. Dit is hem, jongens. Het is eigenlijk een drank-theekastje. Gaaf ledverlichting erachter, die je dus helemaal kan instellen. Hele leuke knopjes erop. Salamanders. En aapjes. En aan de binnenkant zit dan ook een verrassing. Ander behang. En hier gaan we waarschijnlijk onze platenspelers doen. En hallo. Deze kan omhoog als we zouden willen. En dan... lekker hysterisch roze. En daaronder kunnen we ook nog wat kwijt. Wij vinden hem helemaal te gek. Ik ben super benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar wij gaan er in ieder geval van genieten. Oké, ik krijg het even niet voor elkaar. Ik ben niet alert geweest bij de instructies. Maar dat weet Sergio wel. Ja, wij vinden hem echt helemaal top. En onze platenspeler komt dus hierboven. En onze platen hier waarschijnlijk in. Nou, we zijn even bij Bauhaus geweest. We hebben even een grote balk gehaald. En even langs mijn moeder. Wat dingen gebracht. En we komen terug met een enorme deuk in de auto. Want ik rijd zo de hoek om tegen een paaltje. Hij zat in mijn dode hoek en ik zag het andere paaltje wel, maar die andere zat in mijn dode hoek en ik dacht er niet meer bij na dat hij daar dus stond. Gaat het? Ik ben kapot.
Dus dit kon er ook nog wel bij, maar niet eens. Ja, dit valt niet meer in de categorie lakschade. Nee. Ook precies aan de andere kant, hè. Die andere kant zaten al krassen in van de sleutel van iemand. Dit is precies de andere kant. Ook fijn. Nou ja. Zorgen voor later. Zit je nou te chillen op onze nieuwe bank? Eventjes geschiedenisselectie aan het kijken van Eleanor Roosevelt. Wat een twee dagen, schat. No. Het was echt even super pittig. Ik ga zwemmen in Bacardi Lama. Jesse Silver's zwembroekje is binnengekomen. Ik hoop dat hij hem past. Ik ook. Ja, het waren dus echt twee pittige dagen, hè? Behoorlijk pittig, ja. Behoorlijk. Het is... Ik kriep dat vooral heel hard. Dat, Jesse, dat komt wel goed. En die slaapt toch gewoon. En, nou, hij heeft me het tegendeel wel bewezen. Zo. Echt, dat hij nu vanavond ging, we zijn naar de speeltuin geweest na het eten. En hier heeft twee gekeken en toen zei ik, kom, ga naar bed, wil je zelf lopen of niet? Want ik heb een beetje gelezen van, hè, af en toe zelf keuzes of zelf beslissingen laten nemen. En ik moest hem naar boven dragen, maar jij moest hem in bed leggen. Maar hij kwam boven en hij ging meteen in zijn bed liggen. Hij vroeg zelfs niet of ik een verhaaltje voor ging lezen. Hij was echt moe. Ja, het en is... hij is er ook niet uitgekomen, dus... Nee, het is dus nu zo dat we hebben nog geen gordijnen, dus het is gewoon super licht. Het is nu 10 uur en het is nog steeds licht buiten, ja. Wat eigenlijk heerlijk is, maar niet als je wil slapen natuurlijk. Nee. Nieuw bed, licht, ja, spanning, werkt allemaal niet mee natuurlijk. Dus ik heb hem vandaag geen tussenslaapje meer laten doen. Ik denk in de hoop dat hij dan misschien vanavond toch gewoon zo moe is dat hij het oké vindt. Ja. Ik heb een enorme deken die nog van mijn vader is geweest, heb ik eigenlijk over zijn bed heen gehangen. Zodat dat toch wat licht tegenhoudt. Ja, dat werkt wel behoorlijk. Ja, en dus ik denk dat alles bij elkaar, en het is nu de derde nacht, hij heeft vandaag ook best wel... veel in zijn kamertje gespeeld. Vooral met de meetlint, want die vindt hij helemaal geweldig. Ja, dus ik denk, nou, ik laat hem daar wel lekker mee spelen. Ja, dus al met al zijn we heel blij. En had ik eindelijk tijd om een vlog te maken. Zo. Ja. Een week geleden. Ja. Ik dacht echt, wanneer moeten we dit gaan doen nu? En we hebben mijn moeder niet meer natuurlijk. Die gewoon even tussendoor Jesse in de gaten houdt. En, nee. Dus het is ook even heel erg aanpassen voor ons. Jij bent weer begonnen met werken. Ja, ik dacht nog even wat te gaan doen vandaag hier in het huis. Alleen na het koken, Jesse, speeltuin. En toen kreeg ik een bestellingje voor 3 pizza's. Dus die heb ik even voorbereid. En toen dacht ik nog, ga iets doen. En toen ging ik ergens... Oh ja, ik was buiten. En zei de overbuurman, ik ben nou je licht aangelaten op de motor. Dus die heb ik ook weer op de lader moeten leggen. Nou, dus zo kwam er helemaal niks meer van. Nee. En dacht ik, het is ook al een keertje goed. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Aan de andere kant denk ik, ik wil wel gewoon... We hadden gewoon in de voorraadkast willen behangen. Ja. Daar heb ik twee behangetjes eventjes snel voor gekocht. Ja, twee rollen bedoel je? Wel 1 behangetje toch? Ja. Ja, even 2 rolletjes voor gekocht. Omdat we degene die we daar zouden doen, wil ik toch voor de wc gebruiken. Dus ik heb gewoon even een ander geinig behangetje gekozen. En dat we ook genoeg rollen hebben. Want je verkijkt je er snel op. Je hebt toch al heel snel 2 rollen nodig. En goed. Het is nu zo laat en jij hebt weer een vroege dienst. Dus dat gaat hem niet worden. Morgen komt Anja bij ons slapen. Zodat zij woensdag eventjes op Jesse Silver kan passen.
Zodat ik naar mijn werk kan. Nou ja, genoeg te doen. Morgenochtend komt de behanger. Die gaat als het goed is verder behangen en wat dingetjes oplossen die niet goed zijn gegaan. Of eerst wel goed waren en daarna niet meer. Dus dit was weer een hele lange vlog. Maar hopelijk vonden jullie het weer leuk. Dus doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, een belletje aan te zetten. En dan zien we weer jou heel graag bij de volgende video. Ciao. Ciao.